Richard van der Venne, jij maakte op een heel belangrijk moment in de wedstrijd, denk ik, de 2-1. Jullie hadden het best lastig om door de defensie van Dordrecht heen te spelen. Ja, was een lekker moment, denk ik. Ja, zeker. Ik denk dat hun wel goed speelden. Ook naar de rode kaart, dat ze niet achteruit liepen. Ik zag dat Baxi de bal vrij had eigenlijk. En ik zag wat ruimte achter de verdediging. Ik denk, ik loop erin en ik weet dat Baxi de bal kan geven. En hij gaf hem en ik zag de keeper uitkomen. En ja, dat was het eigenlijk. Ja, hij zat er mooi in. Ja, ja, dat is een lopje, stiftje. Ja, ja, dat was een lopje, een mooi lopje. Ja. Mooie lop, dan komen jullie er 2-1. Daarna was het eigenlijk wel gespeeld. Hoe verklaar je dat jullie het daarvoor zo lastig hadden? Ja, we hadden wat lastiger met Dordrecht. De ruimtes waren niet heel groot op het middenveld. En we hadden wat moeite om de vrije man te vinden. Dat ging naarmate de wedstrijd voordat ging, was het een stuk makkelijker natuurlijk. Ook door de rode kaart en in de tweede helft ook door een, omdat we wat vermoeider waren. En ja, dan is het gewoon wachten op een kansje en ja, daar gaat hij vanzelf denk ik wel in. Ja, 3 keer uiteindelijk. Dan zijn jullie weer koploper. Ja, leeft dat? Ja, onder supporters sowieso en ja, ook onder ons. Maar bij ons is het gewoon wedstrijd voor wedstrijd en ja, op naar vrijdag gewoon. Ja, ja, en misschien op naar een periode. Is dat het eerste reële doel? Reëel doel. Ja, weet je wat het is? We gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken en vanuit daar kijken hoe verder. Kijken wel hoe het schip strandt en ja, we moeten gewoon niet te gek gaan doen. Gewoon ons ding blijven doen. En dan, ja, dan zien we het wel. Ja, en dan, jij bent goed begonnen. 3 goals nu. Wordt vervangen door Leslie de Sa. Nieuwe aankoop. Natuurlijk verwacht het publiek ook veel van. Maak jij je dan nog zorgen om je plekje? Als ik zo doorga, dan, ja, dan heb ik eigenlijk geen zorgen. Ik speel vandaag een redelijk goede pot. Ik maak mijn doelpuntje weer. En ja... Kijk, je moet gewoon altijd van jezelf uitgaan en dan kan je jezelf nooit iets verwijten. Nooit met een pet naar gooien en ja, gewoon zo door blijven gaan.